Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem je mee in de winkel in mijn werkweek, dus kijk gezellig mee. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Als het goed is, komt deze week ook de kerst binnen. En ik heb er zoveel zin in. Oh, het zijn zulke leuke dingen. Ik kan niet wachten tot ik het dan ook eindelijk in de winkel ga zetten. Maar ik heb besloten dat ik het misschien al iets eerder online ga zetten, zodat jullie al kunnen zien wat er allemaal binnenkomt. Het is sowieso echt heel veel. Dus daar heb ik sowieso nog wel even werk aan, maar echt superleuk. Dus ik hoop jullie dat in deze week nog ook te kunnen laten zien. Het zou wel superleuk zijn natuurlijk. En ik denk dat ik sowieso in delen ook nog shopblogs ga opnemen, zodat ik jullie alles goed kan laten zien. Want er komen 100 soorten kerstballen binnen. Echt hele mooie aparte kerstballen. Maar ook ja, gewoon mooie woondecoratie en dat soort dingen voor de kerst. In het natuurlijke hout. Ja, echt van alles. Dus echt superleuk. Dus ja, daarin neem ik jullie ook weer mee. Het is vandaag zaterdag. Dat is een beetje een gekke start van een weekvlog. Maar ja, ik ga jullie gewoon weer zoveel mogelijk meenemen. En dan neem ik jullie volgende week gewoon weer mee. In mijn vorige vlog zagen jullie dat ik deze pot heb opgemaakt met kunst. En ik mag er nog één opmaken. Dus dat is leuk. Dat ga ik even doen. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en ik ben de dag al vroeg begonnen met een bestelling. Die zal ik zo even laten zien, dat is wel weer leuk geworden. Er staat ook een DIY pakket van online. Ik weet niet of die nog beschikbaar is, maar ik denk het wel. En ik ga gewoon weer lekker aan het werk deze week. En wat ook wel weer leuk is, maar dat is al geweest als jullie deze vlog kijken. Woensdag ga ik voor het eerst een sale filmpje opnemen. Dus allemaal opruiming van ondergronden, laatste stuks, maar dan echt voor hele leuke opruimingsprijzen. Dus ook workshops, ondergronden en dat soort dingen. Afgelopen woensdag stond hij dan online. Dus als je deze kijkt, de woensdag terug, laat maar zeggen. Dus dan kun je even zien, misschien heb je het wel gezien. En anders ben ik benieuwd of je het leuk vindt als ik vaker zo'n filmpje online zet. Dus heb je hem nog niet gezien, kijk eventjes terug. En laat me vooral even weten of je het leuk vindt als ik vaker zo'n opruimingsfilmpje opneem. Dus daar ga ik vandaag mee aan de slag. En ik kreeg net een melding dat donderdag de kerstcollectie binnenkomt. Dus die gaan we ook binnen uitpakken dan. En daar ga ik dan jullie natuurlijk ook wat van laten zien. En vandaag is vooral een hele drukke dag met het inpakken van de DIY pakketten. En de winkel weer helemaal volmaken en klaarmaken voor een nieuwe week. Dus we gaan nu even voor. Gaan we even weer lekker volzetten allemaal. En wat ik ook even wou laten zien is de DIY pakket met de bol en de hortensia is echt super mooi ingedroogd. Dus ik dacht dat is wel even leuk om te laten zien, want ik kreeg veel de vraag, droogt dat mooi in? Ja, je kan hem heel goed laten indrogen. Dus hier het resultaat. Kijk, hij is echt super mooi van kleur ingedroogd, vooral het roze. Heel erg mooi.
en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. We gaan geen aflevering Bloemschikken doen. Ja, day one. Ik zit meteen weer wel. Oké. Goedemorgen, het is de volgende dag en gisteren kwam het niet meer van het filmen. We hadden zoveel in te pakken. Maar ik heb de winkel iets veranderd. Kijk, hier heb ik allemaal plantenbakjes staan. Want ik moest ruimte maken en we hadden gewoon heel veel dingen binnen gekregen. Dus kijk, het staat weer mooi vol. En ik heb prachtige snijbloemen. Dat wil ik ook even laten zien. Echt, het is stelling. Ik hou ervan. Prachtige kleuren. De keus is echt reuze. Supermooi. Nu ga ik even de nieuwe dingen allemaal prijzen in de winkel. En dan ga ik gauw boeketten bijmaken. En dan ga ik heel veel bestellingen pakken. Want gisteren was dus die eerste sales shop blog online gekomen. Wat dus echt een enorm groot succes is. Succes was en is. Want ik ga het vaker doen. En ik dacht, misschien is het wel leuk om er gewoon een vast iets van te maken. Dus bijvoorbeeld één keer in de week of één keer in de twee weken. Eén keer in de week weet ik niet of het lukt. Maar één keer in de twee weken een shopblog te doen. De ene keer een sales shopblog, dus met allemaal opruiming. Maar ook misschien een keer met nieuwe collecties. Zodat het online ook gewoon veel geshopt kan worden. Want ik heb natuurlijk heel veel dingen wel in de winkel. Maar niet alles staat nog online. En dat is vooral met die opruiming natuurlijk super leuk. Dus mocht je het leuk vinden, laat eventjes hieronder weten wat je dan leuk vindt om te zien. En wie weet, maak er gewoon een herhaling van. Want ik vond het gewoon een superleuk idee. En iedereen was zo enthousiast. Hij werd goed bekeken. En de reacties waren echt superleuk. Maar het was natuurlijk allemaal overal eentje van. Dus een hele grote voorraad was het niet. Maar wel heel veel verschillende dingen. Ik heb er gelijk vanmorgen nog één opgenomen. Met een beetje soortgelijke, soortgelijke ondergronden. Allemaal natuurlijke ondergronden. Want we moeten toch plaatsmaken voor de kerstcollectie. Dus ja, ook superleuk. Die komt ook online. Ik weet niet of die online staat als jullie dit hebben gezien. Maar willen jullie dat nou niet missen? Je kan me even volgen op Facebook of Instagram. Daar meld ik het sowieso. En abonneer dus eventjes op dit kanaal en zet het belletje aan. Dan krijg je een melding als er eentje online komt. Dus dan mis je natuurlijk niks. Goed, ik ga stop met kletsen. Ik ga prijzen en gauw aan de slag. We zijn een paar uur verder en het inpakken gaat heel lekker. Zoals je hier ziet zijn het allemaal pakketten die straks naar het postkantoor worden gebracht. Maar we zijn ongeveer op de helft, dus ik ga nog even doen. Maar ik word hier wel blij van. Zo, we zijn ondertussen echt wel een paar uur later. Het is al avond, de winkel is al dicht. Maar ik ben de kist aan het uitpakken. We hebben de pallets al binnengekregen en we hebben de doosje even apart binnengezet, want het begon net te regenen. En ik ben nu het rek in elkaar aan het zetten waar alle kerstballen aankomen. Ik drie of vier rekken naast elkaar, maar echt super gaaf. En dan gaan we zo alvast alle ballen eraan hangen. En dan zetten we het complete rek nog even weg. En dan met twee weken ongeveer gaat het aquarium weg. En dan kunnen we daar alle kerstballen mooi neerzetten. Naast de kerstballen zijn ook nog heel veel leuke woondecoratie binnengekomen.
echt gewoon heel veel leuk kerstspul. En ik doe het samen met mijn dochter. Want die is er net zo gek op als mij. Dus die is net zo enthousiast. En die begint dan met uitpakken. Die vroeg al de hele dag van... Goh, mag ik al kerstballen uitpakken? En mag ik deze uitpakken? Oh, mama, glitters. En kijk, mama, een hetje. En oh, het is gewoon heel leuk allemaal. Dus we gaan gauw verder, hè? Het is 9 uur en de camera heeft volgens mij al moeite met scherpstellen, maar zoals je ziet, het is pikdonker buiten. We hebben een goed begin gemaakt. Die stellingkasten zijn er al 2 van in elkaar gezet. En hier zijn ook al kerstballen en hangers uitgepakt. Oh jongens, kijk hoe leuk. Maar morgen gaan we verder. Ik kom niet meer vooruit, dus morgen weer een dag. Zo, het is ondertussen de volgende dag. Ik heb net al een DIY pakket weer opgenomen. Een heel leuke, die staat al online als jullie deze vlog kijken. Ik denk ook eigenlijk dat hij er dan al is uitverkocht. Maar ja, we moeten maar zien. Ik ga nou buiten zitten en dan gaan we gauw de werkdag weer beginnen. Goedemorgen, het is zaterdag en vandaag probeer ik jullie eventjes mee te nemen. De meisjes zijn ook in de winkel, dus het is weer gezellig hier. Ik ben nu de video online aan het zetten en die komt ook om 9 uur online. Dus dan zet ik hem ook op Facebook en zo. Dan zorg ik ervoor dat je alles eventjes weer goed kan zien en dat iedereen hem weer heeft gezien. En dan ga ik straks boeketten maken en zorg dat de winkel weer voorkomt. Het was vandaag niet zo'n succesvolle dag qua vloggen, maar we hebben het gewoon weer lekker druk gehad. Ik ben al wel wat iets verder met de kerstballen, nog niet zo ver als ik had gehoopt. Maar ik dacht het is wel leuk om jullie alvast een en ander een beetje te laten zien. Het eerste rek is al vol, maar er komen er nog meer van bij. Maar echt superleuke kerstbalhangers. Ik wil eigenlijk gewoon zelf helemaal nieuw boom met nieuwe hangers. Als ik dit zo zie. Ik vind deze zelf ook echt super mooi. Ik weet niet of je dat op camera heel mooi laat zien, maar die is echt prachtig. In dat witte hebben we sowieso heel veel leuks. Als je een beetje houdt van gekke hangertjes, hebben we ook, ik zal ze even dichterbij laten zien. Kijk, mutsjes. En die hebben we ook in het wit. Heel leuk. Deze vind ik ook leuk. En die heb ik in verschillende vormen. Zo grappig. Dit is een lui-aard. Is ook geweldig.
Deze hebben we in verschillende kleuren. En deze vind ik ook echt heel leuk. Deze glittert ook nog iets subtiel. En van dit soort velvet soorten hebben we verschillende kleuren. Heel leuk. En ook verschillende patroontjes. Ik heb hier bijvoorbeeld hem ook in het goud. Ik kan hem misschien wat moeilijk scherp stellen, omdat het zo glittert. Heel leuk. En ik krijg ook nog groen. Dit was een beetje roze goud, maar dus zover ben ik nog niet. En dan deze ijzerbeer bijvoorbeeld, heel leuk. Dit zijn ook echt mooie ballen. Het is van PTMD, deze. En daar heb ik ook deze variant van, ook heel mooi met het sneeuw erop. Ook van PTMD. Houten sleetjes. Nou, dit soort kerstballen. In het hout heb ik ook nog schaatsjes, ook heel leuk. En zoals deze skis. Dit soort hangen is ook heel mooi, het is wat meer bruin. Nou, als je wat van gekker houdt, is deze ook heel leuk. Het is ook leuk voor kinderen natuurlijk. Dit soort ballen, dat is van zilver. En deze vind ik ook echt heel leuk. Kijk dan, dat is toch geweldig. En nog meer schaatsjes, een beetje wol. Nou, in ieder geval echt genoeg leuks. Oh ja, deze vind ik zelf heel mooi. Kijk dan, het is van glas. En die heb ik ook in verschillende kleuren. Heel gaaf. Ook mooi. Nou, zoals je ziet hebben we in ieder geval echt genoeg binnengekregen. Genoeg leuks. En er komt nog veel meer binnen. Ik neem jullie volgende week gewoon weer mee met het uitpakken van de kerstspullen. Ik ga ook nog een shoplog opnemen. Laat vooral weten, wat wil je als eerste zien? Kerstdecoratie of allemaal kerstballen? En dat was ook toegevoegd aan onze webshop. Dus laat me dat vooral weten. Ik vind het heel leuk. Ik was er heel blij van. Heel enthousiast van. Ik loop de hele week al hier echt te stuiteren en te springen. Omdat ik gewoon helemaal blij was van al die kerstdingetjes. Ik vind het geweldig. Ik vind het gewoon super leuk. En vooral als die stelling zo mooi vol is. Daar houden we toch wel van. Ja, ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. En dan blijf je toch voor alle leuke video's. En alle leuke shoplogs die online komen. En de DIY pakketten. En de gewone vlogs. Dus allemaal super leuk. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!